En in de vensterbank heb ik Marco Kneijenburg. Ja. En jij staat meer bekend als de Dutch Diana Ross. Absoluut. Ik zie Ellie Lust even. Hallo. Dag. Ja, die komt straks in de vensterbank, Ellie Lust. Spannend. Maar hoe lang ben je al de Dutch Diana Ross? Bijna 25 jaar. 25 jaar? Ja. Even nog een beetje. Vind je kan kijken wat je doet. Dat is een heel kleine camera. Ja, maar je hebt onze uitzending wel gezien. Ja, absoluut. Ja. Bij 25 jaar. 25 jaar. Doe je dat dan? Ja. Ja. Oh, mooie kleur ook. Dank je wel. En hoe ben je daarop gekomen om dat te doen? Eigenlijk uit een grap. Mijn ouders waren 25 jaar getrouwd en ik was toen vlak daarvoor naar een concert geweest van Diana Ross als jong jochie. Ja. En toen hadden we zoiets van, nou, dat gaan we nadoen op het feest van mijn ouders. En dat werd een soort sneeuwbaleffect. En dat werd een effect van dat ik op een gegeven moment op mijn huidige werk, want ik heb er nog een baan naast, een playbackshow won. En daar zat iemand in het publiek die in de modewereld zat en die mij uitnodigde om pauzes te gaan opvullen van modeshows. Ja. En dan rol je van het een in het ander en word je uiteindelijk professioneel. Ja, maar wat leuk is het dan. En ja. Was het in het begin niet moeilijk? Lijkt me zo moeilijk om als man dan een vrouw uit te beelden. Enorm, ja. Ik heb daar heftige gesprekken met mijn ouders over gehad. Omdat ik, toen ik uiteindelijk de keuze kreeg om professioneel te gaan werken als Dutch Diana Ross, had ik daar toch moeite mee in die zin dat ik dacht van, ik zie mezelf als acteur, niet als travestiet. Nee. En dat is dan toch het eerste wat men van mij zou gaan zeggen. En ja. Ik was toen best jong en wat onzekerder en dat vond ik moeilijk. Dat vond ik echt heel moeilijk, ja. Maar vonden je ouders het ook moeilijk dat je dan... Mijn ouders vonden het, mijn vader vond het wat moeilijker dan mijn moeder. Oh, ja. Meestal zo. Maar in die zin, ze hebben me wel vrijgelaten en ook adviezen gegeven van, goh, als jij professioneel als acteur op die manier wil gaan werken, dan zou je er hard voor moeten werken om respect te krijgen, maar ook dat wat jij graag wil bewerkstelligen bij een publiek. En dat is als serieus acteur gezien worden en niet zozeer als travestiet. Nee. En ik mocht nu wel zeggen dat het me gelukt is na al die jaren. Ja. Wat leuk. Ja. En wat sprak jou aan in Diana Ross? Ik vind het nog steeds een prachtige vrouw om te zien. Ja. Want ze leeft ook nog. Ze leeft nog, ja. Ze is inmiddels 70 jaar. Ze ziet er nog heel mooi uit, vind ik. Haar muziek, een prachtige vrouw, haar muziek. Maar ook zeker de persoon achter de glamourvrouw die we eigenlijk allemaal kennen van tv en van de videoclips. Het is een spirituele vrouw. Het is een vrouw die vooral bezig is met de kinderen en ook goed positief bij jezelf blijven. En je niet laten meeleiden door de glamour en de seks, de drugs en de rock and roll. En dat spreekt me enorm aan bij haar. Ja. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. En welk nummer vind je het fijnst om te zingen van haar? Mijn favoriete nummer van Diana Ross is Ain't No Mountain High Enough. Dat is, dat blijft voor mij het nummer van haar. No mountain high enough, it ain't no valley low enough. Ain't No Mountain High Enough is, er is geen berg te hoog, hè? Dus het is een nummer, niets kan me van jou weerhouden, ik kom wel naar jou toe en ik ga die berg wel over, ja. Ja. En die heeft dat ook wel met, ben je zelf homoseksueel? Ik ben homoseksueel. Nee, dat heeft dat niet. Nee. En heb je... Oh nee? En heb je er zelf wat aan gehad? Dus dat je, want het hebben we homo's veel, ik ben zelf half lesbisch, maar dat je een strijd, dat je voor de strijd beseft, ik ga het winnen. Geen berg is voor mij te hoog. Voor de strijd van het uit de kast komen, bedoel je dat? Nee, ik was vroeger, ik was al vrij jong uit de kast, ik denk 15, 16. En dat had meer te maken met mijn persoon, van het maakt mij niet uit wie ik ben, wat ik ben of hoe ik mezelf in de wereld presenteer. Ik bedoel het allemaal goed en wat een ander vindt, dat moet een ander maar weten. Dus ik was vrij strijdlustig.
hier sta ik, dit ben ik. En ja. Screw you. Sorry. Ja, dat mag ja. nu. Ja, ja. Normaal mag ik dat allemaal niet doen. Nee. Als ik voor de camera zit. Nu mag dat wel. Ja. Oh, als ze daar in een rust, ja. mag je dat niet doen? Nee, nee, nee. Ik heb echt wel, er zijn echt wel regeltjes waar ik me aan moet houden, ja. Maar voor jezelf? Voor mezelf, ja. Diana Ross is een imago wat ik neer heb gezet, denk ik. Of Dutch Diana Ross is een imago. De laatste 25 jaar. Glamorous, stijlvol, niet ordinair. Je vloekt niet, je doet dit niet, je rookt nee. niet. Daar hou ik me ook aan, heb ik me altijd. En dat doe ik nog steeds, ja. Oh, wat ja. leuk, ja. ja. Maar ben je dan op een gegeven moment ook niet, mijn haar zit een beetje vreemd. Ik heb ook steeds in mijn haar een beetje optrekken. Goed, dat valt misschien wel mee. Maar heb je zelf dan, voel je dat niet gevangen eigenlijk weer in Diana Ross dan? Dat je zo houdt aan de regels? Nee, niet gevangen, want ik bepaal de regels zelf, maar ik... Dat is zeker in het begin toen ik begon, dat ik dacht van oké, als ik dit wil doen, dan moet ik het goed doen. Ja. En dat is een van de dingen voor mij, criteria voor mij, waarvan ik denk van nou, dat past bij dat beeld van Dutch Diana Ross en Diana Ross. Ja. 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 Maar ik voel me daar niet gevangen bij. Nee, ik kan me er prima in bewegen, maar er zijn gewoon bepaalde dingen die ik niet doe. En nu vind je het fijn om gewoon ik vind het heerlijk om normaal hier te doen. Ja, nou ja, normaal. Ja, maar ik vind het heerlijk om als mezelf een keer... Dat heb je nog nooit gedaan. Nee, het is de eerste keer en ik wilde dat bij jou graag doen. Ja, maar je straalt ook, dus dat vind ik wel leuk. Dus het is eigenlijk een soort coming out. Ja, ik had het er net over. I'm coming out. Ja, het is een coming out, ja. My goodness. Ja, dat is toch goed? Ja. En heeft Diana Ross jou wel eens gezien nog? Ja. Wanneer? Oh jeetje, ik ben heel lang geleden bij haar podium geweest en mocht ik met haar dansen. Dat was gewoon als in de Ahoy in Rotterdam. En dat was gewoon als Marco. Ja. En daarna, toen ik uiteindelijk bekendheid had vergaard als de Dutch Diana Ross en ik de stoute schoenen aan durfde te trekken om als haar lookalike naar een concert te gaan, heb ik dat gedaan. En toen, nou dat heb ik meerdere keren gedaan en het hoogtepuntje is toch wel... denk ik dat ze ook in de Ahoy haar show voor me stopte en mij naar voren haalde en mij alle aandacht gaf. En het publiek vond het geweldig. Iedereen hoopte er al op, denk ik, die hele avond. Dus dat was voor mij een absoluut hoogtepunt. Ja. Ja, en zijn daar ook opnames van? Geen opnames, wel foto's. Oh ja. Heb je die? Die heb ik, ja. Maar op je telefoon of zo? Niet op mijn telefoon, nee, maar ik heb ze wel. Oh ja, maar dan kunnen we die ook laten zien. Dan. Ja, tuurlijk. Want tegenwoordig kan alles, dus terwijl we het erover hebben, zie je ze al. Dat is ook mooi van. En heb je daar haar na afloop ook nog gesproken? Nee, dat hebben we wel geprobeerd, maar dat is zo afgeschermd, daar kom je haast niet tussen. Oh. Het was überhaupt al moeilijk, want voordat wij daar naartoe gingen, kregen we te horen van de mensen om haar heen dat het zou kunnen zijn dat zij mij... zou weigeren, dus of dat ik de zaal niet mocht inkomen. Dus dat is allemaal heel tricky. Dus we waren in een limousine en ik had daar in de limousine een spijkerbroek en een jasje. Dat ik dacht van oké, als ik word weggestuurd, kan ik nog terug de limousine in. Omkleden en dan weer terug de zaal in. Maar dat gebeurde allemaal niet. Nee, gelukkig. Nee. Nou, en nu ben je dus zeg maar uit de kast gekomen. Want iedereen kent jou als Diana Ross. Ja. En nu ben je gewoon Marco. Ja. En wat is nu de volgende stap die je gaat doen? Want je bent acteur, zeg je zelf. Ja, de volgende stap. Nou, ik doe dit al heel lang. En op zich voel ik me daar natuurlijk ook heel erg prettig bij. Ik bedoel, het is een soort tweede dingetje wat je doet. Maar ik heb nog steeds een droom om misschien iets in de musicalwereld te gaan doen. Dus er zijn nog genoeg dingen. En ik ben nu bezig met een fotoboek. Om eigenlijk alles eens goed vast te leggen van kostuums. Van haar, zodat er gewoon een mooi boek van Dutch Diana Ross gaat komen. Dus we werken gewoon heerlijk door. En je bent overal te boeken ook als Dutch Diana Ross. Ja. En gewoon www.dutchdianaross.com. .com, internationaal. International. En als het boek uitkomt over Diana Ross, over de Dutch Diana Ross, kom dan terug in de vensterbank. Oh, dat dan vind ik laten leuk. We het zien. Oh, wat fantastisch. Ja, gaan we doen? Ja. Nou, bedankt dat je hebt gekeken. En ja, enorm bedankt dat ik dit bij jou mocht doen. Ja, nou ja, ook bedankt. Ontroerend, hè. Wat vindt Dominic de Glem daar toch van? Nou, wat een sympathieke jongen. Of man, die Marco. En wat knap, ik vind het wel knap hoor, zoals hij die Diana Ross speelt. En eigenlijk ook is, hij is het gewoon. Hij is gewoon Diana Ross. En ook aardig van Diana Ross dat ze hem ook op het toneel haalt. Hé, wat word je daar vrolijk van. En...
En eerlijk gezegd is daar ook wel behoefte aan, hè? Daar is behoefte aan. Mensen, is behoefte aan mensen die andere mensen wat opbeuren. Ja.